Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Vandaag In. Het item waarin we way back gaan, maar dan zeg maar deze datum. Dus in dit geval 30 mei, alleen dan gaan we helemaal terug. Naar een ander jaar. Oh, nou waarom doen we dat? GamersNET bestaat sinds 1999, dus we hebben al 19 jaar aan content en nieuws en artikelen. 19 jaar aan ervaringen. Oh, 19 jaar aan... emoties. Emoties, avonturen. Met jou. Avonturen, met jou. Bekijk je ook al 19 jaar? Ja. Wij niet. Oké, nee. We gaan deze keer naar 2007. Want dat wilde Tom graag, want Tom heeft het idee dat in 2007... dat waren de hoogtijdagen toen... alles was beter. Alles was toen alles beter. Was beter. Het internet bestond nog niet. Nee, het is gewoon dat 2007 is gewoon een goed jaar voor GamersNet geweest. Dat staat bij ons een beetje als op een voetstuk. Zo van, oh, dat was het jaar waar we naar op moeten kijken. Want er waren en goede games en leuke community. En alles kwam samen. Dus laten we terugblikken naar toen alles beter was. Wow, we zijn net door de tijdmachine gereden en we zijn terug in 2007. Ik ben weer een puber. Wat moet ik met deze gevoelens? Oh, Wauw. Te real. Oké. Wat is er allemaal gebeurd op 30 mei 2007? En mijn mobiel valt. Ja, wat helemaal niet kan, want het is 2007. De eerste smart... Wat is dit voor een... Het is een Nokia 3310. Wow, Moto. Die maken toch... Die flippers. Die flippers. Wat een flip die van jou. Ontbreken. Oké, er is veel gebeurd. We gaan niet alles behandelen, denk ik, want niet alles is interessant. Maar er staan een aantal tussen. Oh, sappig. Ja, joh, ik blader terug op GamersNet en ik zag dus al meteen echt gewoon bovenaan staat ook echt nieuwe review. Halo 2. Bam. En dat is al een soort van opvallend, omdat Halo 2 kwam veel eerder uit. We hebben op dezelfde dag nota bene nieuws over Halo 3. Maar dit ging dan specifiek over de PC-poort. Want dit was nog toen Halo uiteindelijk naar de PC kwam. Dit is eigenlijk de laatste Halo die dat komt nu soort terug. Want nou ja, met Halo Wars had je natuurlijk wel... Is Halo 5 niet op de PC gekomen? Halo 5 is niet op de PC gekomen. Alleen de Forge is op de PC gekomen. Dus dat mensen levels wel op de PC konden maken. En dan voor Xbox-spelers de wereld in konden slingeren. Maar je kunt het niet spelen. Maar goed, als er een Halo 6 aangekondigd wordt... Dit geheid Windows 10, ja. Ja, oké. Maar goed, dit staat hier. Hij is geschreven door Danny Wiggers. Wiggers. En dat is een OG GamersNet-redacteur, als ik het goed zeg. Ja. Mensen vergeleken mij vroeger als de minimi van hem. Mooi. Ja, we waren allebei gemillimeterd. Dat was weird. Rare tijden. Eindelijk, hij is er. Master Chief kan ook op de PC aan de slag in het tweede avontuur rondom de strijd tussen de mensheid en de Covenant. Vet. Hij kreeg een 7.2, de PC weer. Maar dan ben ik eigenlijk ook wel... Ga gelijk, fuck it, ik wil weten wat wat de Xbox... ja, wat hij dan voor de Xbox kreeg. Voor de Xbox 7.8. Dat zijn helemaal geen goede cijfers. 0.4. Het is ook... Ja, dat is een beetje... PC Masters. Komt dat? Ja. Maar oké, dat is opvallend. Ja, Halo 2, ik kan me nog wel goede dingen herinneren van Halo 2. Maar toch 3 en Reach zijn toch groter en beter. Ja, ik heb persoonlijk Halo 2 in deze tijden nooit gespeeld. Maar ik heb inderdaad toen later... de Master Chief Collection. Die sowieso, maar ik had sowieso al daarvoor... toen speelde ik, was ik heel erg into Halo. Toen had ik Halo 2 voor de PC gehaald. Omdat... Halo 2 is er niet voor de Xbox 360, als ik het goed zeg. Nee, ik geloof het niet. Dus natuurlijk wel weer voor de One met de Master Chief Collection. Dat wel, maar ik zat in die periode toen de One er nog niet was, maar de Xbox alweer te oud was. Ja, 2007 was ook het jaar waarin we allemaal overgingen. Ja, dat is weer raar dat ze dan alleen naar de PC poorten en dan niet naar de 360. Toen waren ports en remakes nog niet een ding. 2007 was ook het jaar dat remasters nog niet bestonden. Mooi. Of in ieder geval weinig. En ja, fair enough. Maar ik heb dus deze op de PC gespeeld. En ik Halo 2, het is met dual wielding. Bring back dual wielding. En de battle rifle in plaats van de assault rifle. Ik vind de battle rifle vet. Ja, de battle rifle kan je meer vergelijken met de DMR dan. Ja, toch? Precies. En dat vind ik vet. Maar de M1 Garand van de Halo. Ja, die is wel weer teruggekomen uiteindelijk. Maar die is was toen met 2 wel, en 3 niet, en 4 volgens mij ook niet. Reach Reach heeft geen battle rifle, die heeft alleen een DMR, dus semi-automatisch. Ja, dat was het, ja. En toen in 5 en 4 zit weer een battle rifle. Ja. Die doet triple burst. Ja, die fucking vet. In SWAT is die ook goed, want één zo'n kogeltje is genoeg. Ja, maar oké, in SWAT is ook al gewoon die pistool, is gewoon tauw, tauw. Ja, fucking vet. SWAT is lauw. Bring back Halo, make Halo great again. Maar echt. Het volgende nieuwtje, en dat is dat is leuk, want dat is, ik weet niet waarom dat leuk is. Fallout 3 nieuws. Fallout 3 teaser komt volgende week. Dit is een teaser van de teaser. Dat vind ik altijd leuk aan dit item, dat we dan heel ver teruggaan. En dan zit je nog voor überhaupt de onthulling maar dat is leuk, Fallout 3. Want de teaser was hier dus niet. Dus de mindset, de vibe van iedereen was ook heel geruchtenmolen. Ja. Ze wisten wel dat een Fallout 3 kwam. Na jaren kwam er weer een Fallout. En dan ga je toch een beetje spelen van wat zal het dan zijn. Nou, de comments, vergeten jullie niet StarCraft 2 met zijn tijdbalk en nu al de makers van Company of Heroes met Exurior.com. Ja, dat is natuurlijk omdat destijds was StarCraft 2 ook nog niet verschenen. En dat was toen de game die echt het langst in productie was. Je had toen de eerste StarCraft 2 en inderdaad Fallout 3 was ook zo'n titel die schijnbaar al heel lang in de works was, maar niet kwam, zeg maar. Juist. En nou ja, Fallout 3 is wel gewoon goed gekomen. Ja, de volgende reacties, dat is poëzie zou ik net niet willen zeggen, maar ik vind dit literatuur, de community toe. Deze game is in 2 woorden mega saai. Dat vind ik zo leuk dat mensen dat al weten voordat überhaupt een teaser is geweest. En dat is al saai. En er wordt op gereageerd met inhoudelijkheid. Hou jij je bek is effen. Bek gecensureerd met een sterretje. Netjes. Fallout 1 en 2 waren een van de beste games ooit gemaakt. Ja, terwijl Fallout 3 deed weer zoiets heel anders. Ja, en maar ik vind dat wisten ze toen al. Nee, want hij zei van Fallout 1 en 2 zijn goed, dus 3 wordt ook goed. Maar 3 nam natuurlijk weer een hele andere... Het ging first person, het ging een heel ander soort RPG worden. Maar ik vind het wel interessant, Fallout 3 nieuws, want het was voordat Fallout 3 verscheen, waren er best wel wat van die Todd Howard's Little Lies die erin zaten. Oké, die teaser was dan niks van gelogen. Maar ik kan me wel herinneren dat wij toen ook het nieuws hadden van Fallout 3 kent 20 eindes. En dat was dus helemaal niet waar. 2. Het is maar net waar de komma staat. Met DLC kreeg je er nog eentje bij. Dat wel. Maar dat was een gekke tijd. Omdat Fallout 3 ligt nu alweer ver in het verleden. Maar toen waren we nog echt in die geruchtenmolen van. Ja, alles kon. Dat was alles mocht. Hoe vroeger in deze jaren was... GTA 4 kwam dan het jaar hierop uit. Maar zodra er een GTA komt, dan is altijd het opvolgende deel is waar iedereen over fantaseert. Dus als je het nu GTA 5 is geweest, GTA 6... Maar dat is ook al een discussie van 5 jaar. Van wat wordt GTA 6? Ja, dat is dan VR, AR, dat is real life. Dan voel je ook dingen, geur bij en zo. 8K. Dat staan altijd. Heb ik gelezen op Facebook dat dat zo is. Ja, ja ik zat en dat was denk ik dan ook toen met Fallout 3 en 20.000 eindes. En als je... maar dat was niet eens een gerucht. Dat was echt gewoon vanuit Bethesda. Gewoon zo van, jongens, dit nieuws. En dat was gewoon fake. Ja. Ze zitten gewoon te liegen. Tell me lies, tell me sweet little lies. Tell me sweet little lies. Hey, volgende nieuwtje is een game. Daar hoor je eigenlijk bijna niks meer over. Maar ik vond dat best een vet spel. Ja. Er staat hier namelijk... Een Nederlandse game. Dat wist ik niet. Wist je niet dat het Nederlands is? Nee, wat vet! Oké, Overlord staat er zo goed als gold. Plannen voor expansion. Dus dat was toen nog helemaal vet nieuws. Tegenwoordig zijn we allemaal, wat, ze zijn nu al bezig met DLC. Tegenwoordig hoort dat er toch bij. Ja, dat je daar over gaat denken. Daarom. Maar Overlord is van Triumph Studios. En dat zijn gewoon Nederlanders. Dat zijn gewoon Holland. Oh, kijk nou. De Overlord, de aankomende telg van het in Delft gevestigde Triumph Studios. Dus gewoon het Delfts Blauw van de games. Dit is het Delfts Blauw van de games. Dat is Overlord. Overlord 1 en 2 overigens. Ja, er is ook een sequel. Maar daar horen we nu niks meer over. Wat eigenlijk wel jammer is. Want Overlord had wel iets. Ja, het was Fable meets Pikmin. Eigenlijk. Juist. Zo korter de bocht. Tegenwoordig heb je dat steeds minder. Pikmin heeft het dan inderdaad nog. Die soort minion gameplay. Jij was de Overlord. Ja. Dus jij was een soort gekke Dark Knight, ridderachtige demon dude. En dan had je allemaal die kleine minions die om jou heen liepen. En die vochten dus ook met jou mee. Een soort... League of Legends heeft dat natuurlijk ook een... Ja, klein beetje. Maar dit was meer third person. Je hebt natuurlijk... Soraya nam laatst Masters of Anima mee. Ja. En dat is er dus ook zo eentje die heel erg minion-focused is. Maar Overlord deed dat inderdaad ook. En die minions hadden ook wel iets. Ze zijn beter dan de minions die we vandaag de dag met minions associëren. Maar, die waren zo vet. Dat ze van, oh, Dark Lord, Master, what shall I do for you? Allemaal van die voice lines. Dat ik dacht van, dit is wel... Je voelde je zo'n ultieme badass in die game. Daarom, maar jij was ook echt een Noorse, stoere, vette gast. En dat je die minions... dit was gewoon ook die keuzes. Mooi. Ik vond het zo mooi dat het zeg maar Fable was. Dat je de keuze tussen goed en kwaad had. Maar bij Overlord hadden ze dat ook. Maar dan was het tussen kwaad en kwaader. Dat was echt super vet. Vet gedaan. Ja, maar jammer dat we daar niks meer over horen. Ik zou een revival van Overlord zou ik wel weer geinig vinden. Of zo. Zeker. Maar dat, E3. Ja, Triumph Studios, kom op. Zomaar Delft. Overlord 3. Make Delft great again. Echt, hè? Alright, de next one. Ja, iets minder interessant, maar nog steeds wel leuk, denk ik. Dat is namelijk meer gewoon voor tijdbeeld. Nintendo voorziet de DS Lite opnieuw van strakke kleuren. En er was een soort roze en een beetje zilveren versie. Maar kennen we de DS Lite nog? Ja, ik heb een DS Lite gehad. En ik was er best wel groot fan van. Want de DS... Dat was mijn eerste console. Jouw eerste handheld dan, neem ik aan, toch? Nee, ja, mijn moeder wilde geen console. Oh, dus toen in huis. Want toen was ze bang dat ze dan geen tv meer kon kijken. Slim. Daar heeft ze wel goed over nagedacht. Ja, dus mijn eerste echte console was de 360. Dus de DS Lite was mijn eerste handheld. Wat vet. Met Nintendogs en... R4-kaartjes. Oh, daar mogen we niet over praten. Want daar hebben we in die periode van GamersNet hebben we daar ook nog moeite mee gehad. Dat er toen vanuit Google kwamen toen advertenties voor R4-kaarten bij ons op de website. Ja. En toen kregen wij Nintendo boos aan de lijn van: jongens, jullie verkopen gewoon R4-kaarten of zo. Nee, dat doet Google voor ons. Daar hebben wij niks mee te maken. Oh, echt? Ik weet nog, want de R4-kaart, voor mensen die niet weten, was eigenlijk gewoon een Nintendo DS cartridge. Waar dan weer... een micro SD in kon. En op papier was dat gewoon zodat je dan... alle games downloaden. Nee, op papier was het gewoon zo. Dat... allemaal wat ermee bedoeld werd. Ja, er werden rolletjes voor gedownload. Ja. Nee, maar ik bedoel meer in theorie. Ja, was een soort van adapter gewoon voor je USB. Het was gewoon een soort USB-stick voor je DS. Ja, maar niemand gebruikte de DS. Want DS heeft ook een MP3-player game gehad. Dat was niks. Daar is de 3DS. Nee, je ziet ook dat ze de 3DS daar nooit op gebouwd hebben. Weet je, 3DS kon je ook een beetje... je doet dat internet mee op, maar dat doe je niet. Nee, maar ik vind het wel tof. Ik vond de DS Lite een hele goede handheld. Omdat het DS, zeg maar, precies wat de DS Fat niet deed. Ze kwamen natuurlijk eerst met die Fat en die was een beetje lomp en niet echt mooi. DS Lite is nog steeds, als je hem ziet liggen, een mooi apparaat. Deze had een backlight. Ja, de normale DS had dat ook, maar de Game Boy Color had het niet. Of in ieder geval de Game Boy Color en Advance, en natuurlijk de eerste. Had de normale DS het wel? De normale DS had ook een beetje backlight, maar hier wel sterker in. Ik wou zeggen, want er was altijd natuurlijk een hoop gekloot. Hey, we gaan naar het laatste nieuwtje en dat was dus het Halo 3 nieuwtje. Halo 3 graphics worden nog verbeterd, aldus Bungie. Dat is raar, maar waarschijnlijk was de game al uit doeken en gingen ze zichzelf verdedigen. Ja. Dat was een andere tijd. Tegenwoordig, weet je, nee, maar ik snap dat ook dat het lelijker wordt. Nee, maar dit is zeg maar in de periode dat de Xbox 360 zeg maar net een beetje voet aan de grond kreeg. Ja. En dan onthullen ze Halo 3 en dat wordt dan de grote knaller. En toen vonden mensen dat misschien een beetje underwhelming. Maar goed, toen had Bungie ook nog niet zo heel lang de tijd om de Xbox 360 te leren kennen. Ja, uiteindelijk zag die game er goed uit. Toen was het volgens mij ook wel echt... was Halo 3? Nee, Halo 3 was geen launchtitel. Nee, het was net aan geen launchtitel volgens mij. Het kwam net wat later allemaal. Dat vind ik altijd zo vreemd aan Halo. Halo is dus echt bijna nooit echt een launchtitel voor de Xbox. Terwijl het is echt een... Master Chief is echt een icoon van Xbox. Ja, absoluut. Maar minder en minder nu. Maar goed, misschien komende E3 dat Master Chief wel weer terugkomt. Of Halo in een andere vorm. Ik ben wel voor eigenlijk. Want ik vind het fucking vet. Volgens mij hadden we het er laatst over in de podcast. Maar ik mis Halo wel echt bij het Xbox-kamp. Dus een beetje de laatste redder om de Xbox weer een beetje een push te geven. Halo en Gears zijn tot dusver altijd gewoon best strak gebleven. Ja, die laatste Halo's, ja. Het is gewoon meer... Weet je, dan is de server, er is altijd net wat haken en ogen aan. En dat is gewoon jammer, want dat moet namelijk je stevige ondergrond, zoals Sony een God of War heeft, is dat gewoon, die werkt gewoon. En er zijn er ook wel wat andere projecten die ze proberen, de hit or miss, maar Halo en Gears moeten gewoon pompen. Bam. Ja. En dat moet Halo 6 gewoon gaan doen, en Gears 5. Maar we gaan ook komende E3. Gears 5 vind ik schappelijker dan Halo. Want ze zijn met Halo zijn ze nog steeds bezig met de Master Chief Collection. Wat ik echt te bizar voor woorden vind. Ja, dat moet je op een gegeven moment ook gewoon loslaten. Ik snap maar die game heeft ook heel lang gewoon echt een ruk multiplayer gehad. Dat de multiplayer gewoon niet werkte. Nota bene, weet je wel, de bakermat voor Halo is de multiplayer. Ja, we missen gewoon SWAT. Het is er niet dan weer alleen SWAT in Halo 2 en 4 bijvoorbeeld, wat dan weer raar is. Ja, zo van, geef ons... Ik wil gewoon fucking SWAT en alle... Waar is Halo Reach in die collectie? Waar is... Sowieso. Ja, is niet Master Chief. Jawel, want de Master Chief... Reach was vet. Serieus, was zo vet. Microsoft, komende E3, doe gewoon Reach Remaster. Reach Master. Echt, hoppatee, daar gaan we. Fuck it, ik hoef geen nieuwe Halo, ik wil alleen Remaster Reach. Nee, fuck it. Ja, dat is zo serieus. Ik denk dat het een system zelf zou zijn. Maar echt, dat is best triest. Dat is best triest voor de Xbox, want ik denk wel dat er waarheid in zit. Wat een bizarre terugblik, als je het zo bekijkt. Heel bizar, omdat het... Ja. Ik krijg weer zin om aan de gang te gaan met mijn DS Lite. Nou, daar hebben Peter en ik het ook vaak over. Ik heb wel het gevoel, de gamers zijn het meest progressieve medium met de meest conservatieve community. En dat zie je altijd hier, want in de manier van hoe games aangekondigd zijn en hoe mensen al voor een teaser haten... of na een teaser te hype zijn. En maar dat heb je nog steeds. Dat is in 2007 was dat zo en het is nu nog steeds inderdaad. Daar zijn wij als community echt geen steek in veranderd. Nee, maar dat vind ik leuk. Want ook die reacties die jij net voorleest, weet je wel, dan lachen we er een beetje om van, jezus, wat waren mensen dom toen of zo. Maar tegelijkertijd, die reacties zien we nog steeds verschijnen. In andere vormen, maar het is er nog steeds. En ook gewoon het soort van... dat er een teaser aangekondigd wordt. Ja, dat is nog steeds zo. Je had net zo goed Fallout 4 daar neer kunnen zetten. Ja, of... Oké, dat was dan weer een ander geval vanwege E3 aankondigen en meteen verschijnt die game. Maar bijvoorbeeld bij Rage 2 hadden we het ook. Rage 2 werden de teasers geteased en vervolgens werd er ook weer geteased dat er een teaser zou komen. Er was een lek die een teaser teaste, die vervolgens naar een teaser leed tot een trailer. Ja, en vervolgens zat er nog een keer een lek en er nog een aantal teasers in. Wat? En dan gaat de ontwikkelaar soort van meta en dan zijn ze het morgen gameplay. Als het niet lekt. Ja, als het niet lekt. Standaard. Maar dat is dan een soort van verhulde teaser. Ja, terwijl dan iedereen dan weer denkt, misschien is dat dan wel weer niet marketing. God, wat een media. I love it. Mind is fucking blown. Mind is fucking blown. Jongens, dit was vandaag in. We zijn naar 2007 gegaan. Vond je het tof? Laat het dan zeker even weten in de reacties. En zet ook daar even neer van, joh, welk jaar willen jullie zien? We kwamen met 1999. Alles daarvoor kan niet. Alles daarna kan wel. Ja, ik zag een paar mensen vragen of we 93 wouden doen. Toen ik zoiets van... Yeah. Kan. We kunnen een hele saaie aflevering... Bestond het internet? Ja, we doen nu GamersNet nieuws, maar ik heb zoiets van... Ja, eventueel zouden we ook daar buiten kunnen gaan, maar we doen dit juist omdat GamersNet zo oud is. En ik vind het hilarisch om dit soort dingen terug te lezen. En dus laat ook vooral weten wat jij vond van de nieuwtjes, weet je wel. Vind je Halo verbeterd over die 10 jaar? En heb je zin in een nieuwe Halo? Dat is precies zoiets. En, was de DS Lite de beste handheld ooit? Het antwoord is ja. Ja, ik wil zeggen, daar hoeft niet over te doen. Dat is gewoon waar. Maar laat het even weten. En laat ook vooral weten welk jaar jij de volgende keer wil zien. En dan gaan wij daarmee aan de haal. Bij vandaag in. Wow. Maar dan dus volgende week in. Volgende... Ja. Ja. Club.